Leef jij je passie? Doe je echte dingen waar je blij van wordt, energie van krijgt, waar je ogen van beginnen te stralen? Ik gun het je echt. En als je het niet doet, waarom eigenlijk niet? Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, ben ik jaren bezig geweest om te voldoen aan verwachtingen. Ik wilde graag iemand zijn, zodat er naar mij gekeken werd en zodat ik gezien, gehoord en erkend zou worden. Maar om heel eerlijk te zijn, het voelde leeg van binnen. En het gaf me totaal geen vervulling. En toen ik voor de zoveelste keer op een kruispunt stond in mijn leven, vroeg een coach aan mij: Chantal, wat wilde jij worden toen jij 7 jaar oud was? Ik keek hem aan. Ik schoot keihard in de lach. Ik zat daar in mijn mantelpakje met mijn hoge hakken aan. En weet je wat ik wilde worden? Florence Nightingale in Sub-Sahara Afrika. In eerste instantie wist ik niet wat ik met deze informatie moest doen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. En jij? Weet jij nog wat jij wilde worden toen je 7 jaar oud was?